Een soort Roda JC is dat elk jaar weer, hè? Feyenoord, Koos. Ja. Feyenoord, Koos. Dank u wel. Wat zei je nou? Feyenoord. Oh, nee, ik verstond je niet goed. Maar dit was het voor vandaag. Nog even twee herhalingen. U kunt een gokje wagen, heb ik gezegd, over de temperatuur. Volgende week zaterdag, 10 november, om precies 16:30. Ongeveer 16:30. Hoe is dan de temperatuur hier buiten de studio? En dan moet u gokken, proberen te raaien, één cijfer achter de komma invullen. Bijvoorbeeld 8,4 graden of 9,2 of zoiets. En wie verzint er een aardig bijschrift bij de foto van bondscoach Michels? Hier gaat u die foto nog eens zien. Wat denkt Michels daar in de bossen van Zeist? Gisterenmiddag is hij daar gefotografeerd. Antwoorden op die temperatuurvragen en de fotovraag kunt u sturen naar ons programma. Bij Koos, postbus 175 1200 AD Hilversum. En dan kunt u hele mooie dingen winnen. Een abonnement op een weekblad of een maandblad. En u weet het, dat mooie klokje met al die temperaturen die erop te vinden zijn in de hele wereld. Als u een televisietoestel heeft met teletext, dan kunt u deze vragen van mij nog eens nalezen op pagina 327. De briefkaarten moeten uiterlijk 8 november bij ons in het bezit zijn. Ik dank u voor uw aandacht. Tot zover deze uitzending. We gaan naar de klok van 6 uur toe. U kunt de hele avond nog naar de VARA-programma's blijven kijken uiteraard. Prettige zaterdagavond. Tot volgende week om dezelfde tijd, ongeveer 16:50. Prettig weekend.